Digital Marketing live vanuit de beurs van Berlage in Amsterdam. Nu praten we met Ingmar De Lange van Mountview. Ingmar, als het gaat over marketing is jouw adagium geen woorden, maar daden. Ja. Leg uit. Ja, in de 20e eeuw, simpel gezegd, was televisie het massamedium. En televisie was super succesvol, maar kon alleen dingen zeggen, een belofte maken. En tegenwoordig zijn digitale media net zo schaalbaar, maar die doen dingen, die bieden diensten aan. En enerzijds zie je dat Google een van de meest waardevolle merken heeft gebouwd zonder die traditionele marketingmethode. En dan denk je, ja, dat is Google, weet je, dat is een simpel dienstje. Tesla is een van de meest grote aankopen die je ooit doet. Heeft 100 miljoen aan R&D besteed in 2014. En aan reclame $480.000, 40 billboards. Serieus? Dus dat is voor mij als marketeer super interessant. Maar oké, dat is mooi. Maar wat kan je ervan leren? Je zou kunnen zeggen, ja, als je goed product hebt, dan gaan de mensen erover praten. Nou ja, zo simpel is het. Maar er zijn ook wel eens goede producten, denk ik, die zijn publiek niet vinden. Ja. Dus wat raad je een bedrijf dan aan? Wat kan je van deze twee partijen leren? Want ik zie Google niet massaal bloggen over zichzelf bijvoorbeeld. Ja. Of tenminste, ik zie het in ieder geval. Ja. Niet wel voor de techneuten waarschijnlijk, maar niet in mijn beeld. Dus wat kun je er hiervan leren? Dat is eigenlijk de vraag. Wat ik van Amazon heb geleerd, ik heb ooit een keer met Werner Vogels mogen praten over innovatie. En hij zei, als wij innoveren, kijken we naar de dingen die niet veranderen. Mensen willen boeken snel hebben en goedkoop. Zet alles daarop in. En vervolgens die growth hacking methodes. Hè? Dus wat Dropbox deed, van als jij Dropbox leuk vindt, deel het met je vrienden, dan krijg je gratis opslag. Dat soort technieken werken ook heel goed om je bereik te vergroten. En als laatste, wat Elon Musk natuurlijk ook heel goed doet, is storytelling. Dus David versus Goliath. De wereld gaat in onder. Wij als Tesla gaan de wereld redden. En dat soort dingen kunnen heel erg helpen. Wat betekent dat dan voor een bedrijf als je zegt die... Heeft Tesla een marketingafdeling? Volgens mij niet. Volgens mij is wat zij vroeger als marketingbudget zouden beschouwen, gebruiken ze nu om fast chargers te subsidiëren. Als jij een Tesla koopt, heb je de rest van je leven gratis energie, hoef je nooit te betalen voor je brandstof. En dat soort dingen kunnen alleen rond worden gerekend als dat marketingbudget, wat waarschijnlijk ook 100 miljoen was geweest, als ze dat daarvoor inzetten. En dus kijk, je kan het tussen grote aanzienlijke links wegpissen via tv. Of je kan het weggeven of samplen, de services, samplen eigenlijk voor niks. Ja, en dat zie jij als de daden? Ja, dat zijn daden. Ja, dus ja. Waar mensen als ik altijd heel goed in waren, is te zeggen, Erwin, dit is geen water, dit is geluk, dit is zorg, dit is moederschap. Weet je, heel veel gelul eromheen, sorry voor het woord. Ja. En je ziet dat de Ubers, Airbnbs of die startups eigenlijk dat niet zo doen. Die maken iets seamless, die maken iets twee keer zo goed, drie keer zo snel, vier keer zo goedkoop. En dat is een andere uitgangspunt. En tegelijkertijd, als je bijvoorbeeld het boek van Jurie van Geest leest over exponential organizations, is een van de dingen die hij zegt, al die bedrijven die hebben, of wat mij betreft zeggen te hebben, wel een soort hoger doel. Hè? Ja, ja. Ik geloof het eerlijk gezegd niet altijd helemaal, maar dat is misschien mijn eigen cynisme. Ja, ja, ja. Dus dat element zit er dus wel bij. Een betere wereld pretenderen ze allemaal er ook nog een beetje bij te doen. Maar ook weer de why. Hè? Je kan de why zeggen. Dus dat is weer dit, hè? Van ik verkoop geen water, maar ik wil dat baby's gezonder worden. Dat is een beetje verzonnen why. Of je kan een why doen waarbij je echt daadwerkelijk zegt, ik ga inderdaad vervoer groter, beter, sneller maken. Dus het is ook weer, ga je de why zeggen of ga je daar echt op innoveren? Als je nu naar een bedrijf toe zou gaan, het bedrijf is nog traditioneel georganiseerd, is gewend van ik plaats advertenties of dat soort zaken. Wat zou jij ze dan aanraden? Wat zijn stappen die bedrijven kunnen nemen die nu nog misschien de mechanismen van een oude wereld gebruiken? Ja. En hoe zouden die jouw nieuwe wereld in kunnen stappen? Nou ja, wat ik altijd zeg voor de discussie, hè, wat op dit moment aan de gang is met Facebook Messenger en WeChat Messenger en Amazon Echo, dat zijn hele massamediale servicekanalen. En die kiezen maar een paar partners uit waarmee ze zaken doen. Hoe zou jij dat kunnen zijn? Maar kijk ook anders naar je merk. Dus wij als marketeers maken merken wollig. Hè? Dus wij zeggen, we hebben een passie voor verzekeren. Dat zit in het merk DNA. Ja. Ga dan maar eens een service maken. Weet je? Ja. Ik weet het niet. Nee. Dus die Amazon ding, maak het sneller of goedkoper. Ja, dat is heel. Dan weet je heel erg hoe je moet innoveren. Volgens als je naar die customer journey kijkt, kijk niet naar alles, maar waar zit nou die ene pijn? Waar gaat het fout? Uber, die hufterigheid van taxis, chauffeurs, daar hebben ze zwaar op ingezet. En dan laat de rest maar een andere over. Gebruik bestaande ecosystemen. Dus
Mijn ervaring is dat het een mindset is. Dus de aanname van wij kunnen niet met een product komen dat 2 keer zo goed is. Want water is al uitgevonden, bier bestaat al 100 jaar. Die klopt voor heel veel industrieën niet meer. Het is nu wel mogelijk met een auto te komen die veel beter is dan wat bestaat op de markt. Als je maar die service component heel goed begrijpt. De voorbeelden die jij noemt zijn relatief nieuwe bedrijven. Ja. Ken je ook voorbeelden van oude bedrijven waar dit voor geldt? Nou, je ziet dat banken of ING zet zwaar in. Maar ik vind Eneco een heel goed voorbeeld. Eneco zei in de oude wereld, daar communiceren ze letterlijk mee, van je moet milieuvriendelijk zijn. Een hoge belofte, wat moet ik daar nou precies mee? En met Toon, je ziet precies wat er gebeurt. Ik doe de wasdroger aan en mijn energiemeter gaat omhoog. En daar bouwen ze een ecosysteem van. Ook weer met die growth hacking methodes, wordt steeds relevanter. Maar ook weer van, we zeggen niet dat we milieuvriendelijk zijn. Nee, we komen met innovaties die daarvoor zorgen. Hey, wat heeft dit inzicht voor je eigen business betekend? Wat ben jij anders gaan doen? Dat ik hier zit, dat ik hier sta te spreken, dat ik al mijn kennis deel, is in essentie een service. Ik kan mensen cold callen, ik kan reclame voor mezelf maken, of ik kan gewoon gratis mijn kennis delen. Sampling van service. En dan hoop ik dat mensen denken van oké, dat is interessant, daar wil ik meer van weten. Dus ik geef al mijn kennis weg. Ja. Dus dat is mijn service. Moet je dat nog altijd aan mensen uitleggen? Er zijn mensen die dat zeggen. Hè? Want ik ken dat probleem namelijk. Ja, ja. Moet jij dat nog uitleggen waarom je dat doet? Zijn er mensen die zeggen van ja, maar weet je wel, dat is je waarde, die kennis. Ja, tuurlijk. Ja, dat moet je voor jezelf houden. En dan denk ik, dan ligt het ergens in een kastje. Dan weet niemand ervan. Het ergste wat er kan gebeuren is dat iemand anders nu hetzelfde verhaal van mij gaat vertellen op een ander congres. Ja. Ja, daar word ik niet bang van. Nee, en ik zeg inderdaad altijd, nee, je ziet verkeerd, ik geef mijn kennis niet weg. Ik laat zien dat ik ergens verstand van heb. Ja, Dus dat is een hele... En dat is jouw service. Ja. En jij doet dat met daden dus, in plaats van dat je het met woorden doet. Ja. Wat mij betreft is het verhaal rond. dan moeten we dat ook daarbij houden, toch? Ja. Dat is, ontzettend bedankt. Ja, graag gedaan. Blijf live kijken naar Digital Marketing Live. We zijn hier tot het einde van de middag. En je kunt alle video's on demand later terugzien via YouTube, fastmovingtargets.nl of via de kanalen van Emerse en Fast Moving Targets. Tot straks. Ja, was het oké? Okay? Ja.